Wat een mooie, hoopvolle middag had moeten worden voor de brugcarrière van Epke Zonderland, eindigt in mineur. Na een grotendeels mislukte oefening springt Zonderland half af en even later wordt duidelijk waarom. Hij grijpt meteen naar zijn schouder. Verdwijnt even later richting de fysio, maar de schade is nog niet duidelijk. Ja, het is nu nog moeilijk te zeggen. Het is in ieder geval niet heel ernstig, omdat we hebben natuurlijk wel een paar testjes net gedaan en die waren negatief. Dus qua scheuringen en dat soort dingen lijkt het niet zo te zijn. Alleen het voelt niet fijn en morgenochtend dan kun je het beste beoordelen hoe het ervoor staat. Er zal natuurlijk wel wat stijfheid bij komen. Ja, dan moeten we even kijken wat het is. De rekstok, specialiteit van het huis, wordt het speerpunt in Londen. Maar ook de brug ligt Zonderland goed. En zijn oefening op de brug, daar zit nog wel rek in. Om zijn technische uitgangswaarde te verhogen, heeft Zonderland in de afgelopen weken geslepen aan een nieuw element. Eigenlijk twee dingen wou ik vandaag gaan doen. Slinger erbij in, dat we leveren dan 2/10 op. En ik zou een nieuw element doen, wat nog niet bestaat, zeg maar. En hebben we aangevraagd en een dvd'tje ingeleverd. En zo had vandaag de Zonderland-techniek geboren moeten worden. Voor de kenners, dat is een Diamidov-inzet, gecombineerd en afgemaakt met een Heelie. En wat zeggen de hoge bazen? Die zeggen dat het een twee losse elementen zijn, twee keer een D. En dat het geen nieuw element is. Er was gehoopt op een F-score, maar dat viel tegen. En daarom kregen we het nieuwe element, de Zonderland, vandaag helaas niet te zien. Ja, kijk, het is wel zo dat ze kunnen op het WK, zouden ze in principe nog kunnen zeggen, ja, het is wel een nieuw element. En dat gaat het uiteindelijk om. Deze beoordeling was alleen puur voor dit toernooi. Alleen, als ze nu al zeggen, ja, we maken er twee losse elementen van, is de kans natuurlijk wel veel kleiner dat ze het op het WK gaan doen. Dus ik ga gewoon door met andere dingen trainen en hoop op die manier oefeningen omhoog te krikken. En dan helaas geen Zonderland dan. Het schijnt een prachtig element te zijn, maar als het geen extra punten oplevert, gaat het feest niet door. Het WK is volgende maand al en er rest nog maar weinig tijd om een nieuw zwaar element te trainen. Nou, als het zo is, dan is het jammer. Dan is toch de focus voornamelijk op rekstok. En dan is het voor kwalificatie voor Olympische Spelen is dan de brug niet waarschijnlijk. Eerst die schouder maar weer eens heel. Precies, ja. Ik ben eigenlijk daar niet meer mee bezig. Gewoon eerst maar even kijken hoe dat ervoor staat. En kijk, ik hoop gewoon morgen een rekfinale weer te kunnen turnen. En daar weer veel van te leren. Dan weer door te gaan richting het WK.